Het is elke dag raak. Ik ben 6 à 7 dagen in de week hier bezig. Ik heb schrik om 's morgens vroeg hier te komen om dan weer te constateren wat allemaal stuk is. Voetbalvereniging Wodan wordt geteisterd door vandalisme. Teksten als Free Palestina en Free Gaza werden met graffiti op reclameborden en tribunes gespoten. En dat kan zo echt niet langer, vinden ze bij de voetbalclub. Als je het dan ziet, ja, dan word je ontzettend boos. Dan hoop je dat er niemand bij jou in de buurt staat. Want ja, ik vul zelf maar in wat ik dan eigenlijk wel zou willen doen. En dat mag niet hier in Nederland. De Eindhovense LPF deelt de frustratie van Wodan en heeft raadsvragen gesteld over de vernielingen. Ik schrok er eigenlijk van. Want ik wist, wist ik niet dat die velden overdag en 's avonds, dus 24 uur per dag en dan 7 dagen in de week, vrij toegankelijk waren voor iedereen. Dat gedoogd werd. En als het alleen maar voetballen is en een balletje trappen, is er niks aan de hand. Maar als je hoort en ziet wat voor vernielingen hier worden aangebracht, ja, dan zeg ik, doe die poort vandaag nog op slot. Ja, u denkt te weten welke groep het is, welke groep hier het vandalisme heeft gepleegd? Ja, dat is inderdaad juist. Het is een groep die in ieder geval niet in Nederland is geboren, dus met een islamitische achtergrond. Je ziet de leuzen die er stonden. En het is niet alleen hier geweest, ook in het Hendrik-Landpark en in Loense Heide heb je dezelfde teksten gezien. En daar weet men wel uit welk hoek het komt. En gezien de inhoud van de teksten is het gewoon antisemitisch. En er is geen één Nederlander die daar belang bij heeft om dat op sportvelden neer te zetten. Het vandalisme komt dus dagelijks voor en levert de vrijwilligers van de club uren en uren aan extra werk op. Steeds moeten zij de graffiti van de borden halen, steeds moeten zij de rotzooi van het veld tillen. En dat is geen definitieve oplossing, vinden ze daar. Om te beginnen een bord voor verboden voor, ja, voor de niet-leden. Een verbod voor na zonsondergang, ongeacht voor wie, buiten de wedstrijden en trainingen om dit veld te betreden, dit sportpark te betreden. Ik denk dat je daar een hele hoop mee oplost, omdat we daarna of daardoor ook de politie kunnen bellen van kom eens, want ze zijn er weer op. En volgens de wet mag dat niet. Inmiddels heeft het vandalisme zich ook verplaatst naar voetbalclub Brabantia. De groep waarvan Rudy Reker verwacht dat ze de vernielingen doen, is volgens hem nu ook daar beland. En er zijn deuren of ruiten die zijn groter als die deur daar, zijn ook 2 kapot gegooid. Ook met steentjes kapot gegooid, naar de rand een bal tegen aangeschubt. Zijn ook hele dure ruiten. Dus ook daar klagen ze. En ook bij andere verenigingen klagen ze. Dat heb je ook van die beheerder gehoord hier. Het is niet alleen Wodan. Mensen hebben niks tegen Wodan. Nee, het is over het algemeen. Die bevolkingsgroep is overal aan het rotzooien. En dan zul je keihard moeten ingrijpen en keihard moeten tegen optreden om de jongens in fatsoen bij te brengen hoe ze met Nederlandse spullen om moeten gaan.